laag. En ik ga kip erin doen. Nou, nog steeds lekker op Bigo. Lekker lijf. Helemaal goed. Ik ga zo meteen de alles even doen. Dat is niet zo heel veel. Zo, boodschapjes gedaan. En ik zit weer lekker op Bigo. Kijk, dat is Niels. Hallo Niels. Hoi. En ik ga lekker koken. En ik heb ook deze gekocht. Vind ik leuk. Wat ga ik maken? Ik ga heel makkelijk. Ik ga deze in marinade zetten. Deze ga ik in water zetten. Ga ik koken. En ik ga zoete aardappelen erbij doen. En dit is lekker mijn toetje. Ja, dus. Ik ga even, want hier zit nogal zoete aardappelen in. Maar dat is nieuw. En hier staan zoete aardappelen die aan het leven zijn. Nou ja, leven. Aan het, kijk. Ontpoppen zijn. Ja, maar dit is gewoon zoete aardappelen. Dus dit is een wortel. En ja, dit is niet bespoten. Dus dat is wel lekker. Lieve schatje, dat gaat niet echt, hè. Dus, en zo heb ik er nog veel meer van deze dingen. Je hebt ze te lang laten liggen, hè? Nee, hoor. Ik niet. Roderick, en die vindt het leuk. Meer dan een week, volgens mij. Ja, dat wel. Heb ik er aan drie genoeg? Wat toe? Nee. Kom. Of ga naar buiten. Nu. Dat je gewoon lekker even naar buiten toe gaat. Dag, mazzel. En hier zit een mooi blaadje op. Jee, een leuk blaadje. Wat schattig. En ik doe deze er lekker bij. Nog een met lekker allemaal dingetjes. Dus ik... Nou ja, ik haal gewoon een stukje ervan af en dan kan het de grond in. Ja, dan kan je ze zelf poten. Precies dat. Dus dat, en dan gaat even deze er gelijk weer erbij in. Kan deze ook weer lekker eventjes gewoon lekker groeien. Ja, zo. Zo, hartstikke mooi kastje in. Hartstikke fijn. Zo, hi, lekker ding. Zo, kastje dicht en je kan als je wil overal naartoe lopen nu. Ja? Ja? Goed zo. Nee, dat is niet voor jou. Ja, dat is kaas, dat weet ik. Oh, ja, ik ben ook zielig. Ja, mooi, best. Zo, ik ga de kipfilet ga ik in marinade doen. Welke marinade? Ik hoor het al gezegd worden eigenlijk. Welke marinade ga je doen? Een hele simpele marinade, maar een ook zo lekkere marinade. Je pakt een bakje. Ja, oké, maar dat is in Duitsland. En in Je pakt een mesje. Die ga je zo opsnijden. Laatste idee. Ik pak dan heel simpel een zout. Ik pak peper. En ik pak ketchup. Ja. Lekker. Dus, met welke stappen ga ik nou beginnen? Ik pak een vorkje. Hartstikke fijn. Kip erin. Heel klein kipje. Kip erin. Hartstikke mooi. Die kan zo meteen weg. Oké, heb ik dus marinade. Ik zal eens even kijken waar ik hem nog meer kan neerzetten vandaag. Hartstikke idee. Voilà, die. Kijk, daar. Hartstikke fijn. Doe ik dat erbij. Helemaal de fles lekker leeg. Hartstikke mooi. Sorry. Zo. Top. Die gaat daar naartoe. Dan heb ik het vorkje weer bij me. Gewoon even lekker doorhusselen in het bakje. Ja. Altijd lekker in de marinade. Zo. En dan pak ik peper. Ik ook oppassen wat ik nou laat zien. Hartstikke mooi. Even een beetje naar achteren. Kijk. En dan lekker gaan molen met de draaimolen. Dat is leuk. En nee, geen kermismolen. Nee.
Een kindermonnetje. Doen we niet aan. Een zweefhoudertje. Is goed, Ken. Latex. Maar zo. Morgen. Nou, dan ga ik nog meer peper erop knallen. Nog meer. Ja, lekkere marinade. Zo. Dan zet ik die even daar neer. Een beetje zout. Doe ik een beetje zout op mijn hand. Dit is zout. Dat gaat een hartstikke idee. Even zo. Nog een beetje over. En daar. Zo. En dan gaat nog een beetje peper eroverheen. Beetje. Kun je beter de volgende keer sambal doen, Mop? Nee, sambal, nee. Mooi, dan laat ik dit even lekker met rust. Dan gaat daar naartoe. Die gaat er daar naartoe. Toch schoonmaken. Dit is mijn toetje voor vanavond. Helemaal lekker. Ja, ik kan het nou niet aan jou laten zien, maar daar doe ik zo meteen al een moet ik even kijken wat ik ga doen. Pak ik een pannetje. Ja. Twee. Oké. De spesbonen. Dat is toch veel te veel voor mij, maar oké. Gaat in water. Zo. Dan gaat ook gewoon weer bij mij de zout overheen. En die zet ik even achter de camera neer. Hartstikke mooi. En deze ga ik heel leuk zo snijden. Dan kunnen we die weer zelf gaan. Dat was je tablet met een lange wortel gedraaid. Nee hoor. En dan zo. Ik zag hem echt tegen de camera aankomen. Nee. Hij kwam op de aanrecht. Oh, ik hoorde net pok met de camera. Nee. Nou, dan heb ik hier dus een hele rare. Maar dan haal ik die er vanaf. En deze gaat er ook vanaf. Zo. Top. En heb ik hier nog, gaat ook lekker, nou gaan we die zo doen. En mag Roderick dus dit lekker in de grond stoppen. Hey, joepie. Vindt hij vast en zeker wel leuk, denk ik zo. Mooi. En de camera weer draaien hier naartoe. Ja. Oké, nou zoals jullie zien heb ik dus zoete aardappelen. Helemaal best, helemaal goed. Die is nou weer hier wat muziek aan het draaien. Ik zie dat weer. Dat komt daar naartoe, dat komt daar naartoe, dat komt hier naartoe. Hartstikke mooi. Afvalbakje doe ik even daar naartoe. Mooi. Die kan even daar naartoe, afvalbak. Zo, nou dan ga ik lekker schillen en dan ben ik zo meteen weer terug bij jullie. Joepie! Nou, de zoete aardappelen heb ik gedaan. Ik heb er geen vier gedaan, maar twee. Nou, je ziet hoeveel dat er in principe al is. Dat is een half pannetje. Nou, nog steeds lekker op Bigo, lekker lijf, helemaal goed. Ik ga zo meteen alles even doen. Dat is niet zo heel veel. En dan ga ik dit even lekker aanzetten. Dit even in water zetten. Even dingen schoonmaken. Dat zit lekker in de marinade. Helemaal top. Zo. Mooi. En ook ja, hier gaat weer zout overheen. Niet heel veel. Ik heb dat overzichtje als mij toe. Mooi. Nou, en Roderick die was eens een keertje zo fijn. En die, het was leuk goed bedoeld van hem om aardappels te koken. En ik ga eten. Dat is leuk, eten. Ik denk, wat is het zout? Eeuw! Had hij dus niet het kleine, deze dingetjes, te pakken? Nee, maar de grote.
Maar oké. Ik zet dat daar naartoe. Die daar naartoe. Ik heb lekker woordzoekers gehaald. Dus dat kan ik ook lekker doen. Die daar naartoe. Die gaat daar. Die gaat daar naartoe. En dan heb ik lekker een heel mooi. Moet je ook niet echt een grote vuur pakken gelijk, hè? Lijkt me niet handig. Zo. Lekker hoog vuur, en daar hou ik van, want dan is het sneller klaar. Oké, pannetje staat op mijn koekenpan. Ik zet hem lekker hoog. Ik doe er lekker boter in. Ja. Kijk. Lekker veel boter. Hartstikke idee, want waarom ik veel boter erin doe? Omdat ik dus ketchup heb. En dat gaat anders aanvikken. Dus lekker veel. En heb ik hier dus lekker mijn kippie. Dus ik ga eventjes weer zo doen. Ik ga even stoppen en ik ga even draaien. Zo, even nog even lekker draaien. Met dit allemaal eventjes dat het weer goed in de marinade zit. Altijd goed, altijd lekker. Yes. Ik ga even mijn afwasmiddeltjes opruimen. Hartstikke mooi. En kijk, zo. Toppie. Zo. Dan kan ik die weer daar neerzetten. Hé, hey, kijk, kom er lekker mee. Ik zet die laag en ik ga het kip erin doen. Samen met jullie. Helemaal perfect. Zo. Even goed de marinade pakken. Ja, ook handig, hè? Ja. Kan gebeuren. Zo. Nou, de kip die zit dus lekker in het pannetje. Zoals je wel kunt zien. Erg lekker allemaal. Zo, nou, dat ga ik even lekker bijhouden en dan ben ik zo meteen bij jullie terug als ik ga eten. Ja. Zo, nou, mijn bordje is weer gevuld. Ja, en dat is dus zoete aardappel met jus. Kipfilet in marinade met peper en zout en gebroken spitsbontjes. Jee, ik ga lekker eten samen met deze lieve knakker. Ja, helemaal goed.